Zalland Sport, nabeschouwing. Aan de telefoon heb ik Naomi Schiphorst van HV Lettelen. Goedemiddag, Naomi. Goedemiddag. Jullie hebben vanmiddag gehandbald, helemaal in Westerhoof. Waar in het land ligt dat ongeveer? Ja, Wevershoof. Dat ligt in West-Friesland, in de kop van Noord-Holland. Aha. En daar naartoe voor een wedstrijd, want een landelijke competitie is natuurlijk. Dus daar kun je naar alle kanten van het land kun je dan naartoe. En vandaag helaas verloren met 37-23. Ben je ook een beetje afgedroogd door de tegenstander? Of is dat misschien een iets te overschatte opmerking? Wat zei je? Wat hebben we door de tegenstander? Werden jullie echt overspoeld, zeg maar, door de tegenstander? Hadden jullie nog wel wat in te brengen? Nou, het ging... ging het redelijk gelijk op. En eind van de eerste helft wisten zij een gat te slaan. En de rust was 6 verschil. En ja, in de tweede helft toen kwamen we weer iets terug. Maar op een gegeven moment bouwden zij hem weer helemaal uit. En het verschil, ja, op het einde vind ik het inderdaad al best wel veel. Zit het dan vooral in de conditie? Of zeg maar dat je, dat je niet meer kunt meekomen? Of waar zit het hem dan in? Ja, weet ik niet. We hebben inderdaad wel een aantal breakouts tegengekregen. Terwijl normaal dat snelle is wel eigenlijk ons spelletje. Wat onzorgvuldig in de afronding, denk ik. En dan krijg je hem snel om de oren. Dat deden zij gewoon goed. Ja. Ja, dan wordt het lastig. Dan wordt het verschil groter. En dan kun je hele mooie aanvallen spelen. Maar als je hem dan heel snel weer terugkrijgt of in de dekking net niet scherp bent, dan wordt het verschil zo groot. Ja. Wat is jullie lering uit deze wedstrijd? Onze lering uit deze wedstrijd. Voor iedere bal blijven gaan. De dekking, ja. We zitten hier met z'n allen nog in de terugweg. Ja, in de bus terug. Sorry? In de bus terug dan weer onderweg naar Letten. Ja, in de auto's. Vanuit de dekking denk ik om hem dicht te houden. En 37 tegen is wel een beetje veel, ja. Ja. Zijn jullie ook echt nog trots op vandaag? Trots op? Nou, er zijn wel mooie doelpunten nog wel geweest. Mooi samenspel soms, goede breaks. Ja, er zijn altijd, ik denk dat je in iedere wedstrijd, ook al verlies je hem, dat er altijd nog wel mooie dingen in een wedstrijd zijn gebeurd waar je trots op kunt zijn. Ja, dat denk ik wel. Ja. Vele wedstrijden die worden natuurlijk nu ook afgelast door de corona-avond-lockdown natuurlijk. Waarom is deze wedstrijd wel doorgegaan? Deze wedstrijd stond al gepland, 's middags. Mm-hmm. Dus hij is verder niet verzet. Ja, wij hebben als team uitgesproken dat we wel wedstrijden willen blijven spelen. En dan is het een beetje afstemmen met de tegenstander. Willen zij dat ook? Mm-hmm. Kun je een team op de been brengen en wil je hem spelen, wil je er naartoe? Nou, dat was nu het geval. Dus vandaar dat we vanmorgen in de auto zijn gestapt. Ja, en trainen jullie ook wel dan? Of is het er nu wel de hele week zonder trainen? Nee, we trainen op vrijdagmiddag van 4 tot 5. Dat kan nog net. Ja, kan nog net. En de meesten kunnen het redden met school of werk. Mm-hmm. En vorige week ging de wedstrijd niet door. En toen hebben we op zondag getraind. Oh ja. Dus vorige week hebben we 2 keer getraind en deze week 1 keer. Ja. Ik zie ook nog in jullie wedstrijden voor de komende seizoen. Ik zie wel dat die wedstrijd tegen Weijen aankomende zaterdag, die is dan wel afgelast. Is natuurlijk in de avond, kan ook niet. Maar er staat nog wel een wedstrijd tegen ZVBB in, de koploper. Maar die is ook 's avonds. Gaat die dan nog wel door? Of heeft dat nog te maken met de persconferentie? Daar hebben we verder nog met de tegenstander verder nog geen contact over gehad. Hij zou eigenlijk... toen mocht het nog wel. Dat was die laatste zaterdagavond dat het nog 's avonds mocht. Toen zouden we hem spelen, maar vanwege coronagevallen bij de tegenstander kwamen zij met een verzoek om hem te verzetten. Ja, hij is nu gepland dat is volgens mij 21 december. Volgens de huidige maatregelen zouden we hem dan kunnen spelen. Maar de geluiden zijn natuurlijk dat het allemaal wordt verlengd. Dus ik denk dat die kans klein is dat we hem dan nog kunnen spelen. Maar dan moeten we even de persconferentie inderdaad afwachten en dan even met de tegenstander afstemmen wat mogelijk is. Ja. In ieder geval, ik ga ervan uit dat jullie minder trainen dan normaal. Want jullie trainen dan nu 1 keer in de week. Hoeveel trainen jullie normaal gesproken?
Normaal trainen wij 2 keer in de week. Dat is eigenlijk, als je dat vergelijkt met veel clubs uit de buurt, is dat best wel weinig. Ja. Ja, we trainen op dinsdagavond en dan vrijdag. Oké. Okay. Vorige week was het dus evenveel als normaal. En deze week is het wat minder, ja, dat klopt. Ja, maar daarnaast doen we zelf wat conditie en krachttraining thuis. Heel vaak wordt ook gezegd, als je niet gaat trainen, ben je heel erg blessuregevoelig. Merken jullie daar ook nog nu wat van, met minder trainen? Het begin van de wedstrijd hebben we eindelijk weer met een compleet team zijn gestart. Amelia Amink was heel lang geblesseerd, heeft eindelijk weer haar eerste minuten gemaakt. Maar je merkt wel dat gedurende de wedstrijd dat wat oude pijntjes bij sommige filters wat opspelen. Mm-hmm. Maar of dat met de lockdown te maken heeft, dat denk ik niet. Ik denk dat bij gewone wedstrijden, als we iedere week gewoon zouden kunnen blijven spelen, dat dat ook zo zal zijn. Dus ik denk dat dat niet zo heel veel uitmaakt. Nee, precies. Doen jullie ook nog bijvoorbeeld conditietraining thuis, zeg maar, om die andere training een beetje te vervangen? Ja, er wordt wel van iedereen verwacht dat hij zijn eigen conditie op peil houdt. Maar daar hebben we niet echt een programma voor gekregen. Nee, precies. Hoe verwacht je dat het verder gaat met Lettelen dit seizoen? Ja, ik denk dat het eerst even afwachten is wat we kunnen spelen, wat we mogen spelen. Maar ik verwacht voor de tweede helft van de competitie nog wel kansen voor ons. We hebben in het begin van het seizoen hebben we een paar uitwedstrijden met Hars. Hebben we met enkele doelpunten veel verloren. Mm-hmm. En als we hebben toegezegd, maar thuis gaan we ze pakken. Dus het zou mooi zijn als dat gaat lukken. Ja, precies. Dus het is eigenlijk die 4 punten uit 8 wedstrijden. Er hadden er zo 8 uit 8 wedstrijden kunnen zijn, zeg maar. Ja, de laatste paar wedstrijden was het verschil wel wat groter. Maar zeker in het begin lag het allemaal heel dicht bij elkaar. En dan hadden we inderdaad zo die 2 wedstrijden wel kunnen pakken, ja. Ja, geeft ze zeker hoop voor de tweede seizoenshelft, Naomi? Ja, zeker. Het zou mooi zijn als we dat nog kunnen blijven spelen. Ja, snap ik. Wil ik jou danken omdat je weer even in de lijn wil komen hier in Sanland Sport. Hopelijk een mooie tweede seizoenshelft. Ja, tegen de koploper zou het wel een lastige wedstrijd worden, denk ik. Als die nog doorgaat tegen die tijd. Ja. En dan in januari weer knallen. Ja, we gaan ons best doen. Bedankt voor het bellen. Ja, graag gedaan. En een fijne zondag gewenst. En ook iedereen in de bus natuurlijk. Ja, helemaal goed. Oké, doei.